Een assenstelsel kan gebruikt worden voor punten, lijnen en grafieken. Maar daarvoor moet je wel weten waar een assenstelsel aan moet voldoen. Als je een horizontale lijn en een verticale lijn op je ruitjespapier tekent, dan krijg je een assenstelsel. Een assenstelsel bestaat uit een horizontale as en een verticale as. Bij iedere as schrijf je op wat die as bijhoudt. Ik noem dit ook wel de naam van de as. Bijvoorbeeld tijd in uren, temperatuur in graden, bedrag in euro's of afstand in kilometers. We schrijven altijd de grootheid en de eenheid op. De grootheid is hetgene wat je meet, dus tijd, temperatuur, bedrag zijn allemaal grootheden. De eenheid is waarin je meet, dus uren, graden, euro's, kilometers. Als er niks is gegeven om bij de assen te schrijven, dan zet je de letter X bij de horizontale as en de letter Y bij de verticale as. Ook moeten getallen bij de assen staan. Deze getallen moeten telkens met dezelfde hoeveelheid toenemen. Dit noem je dan de stapgrootte. Deze kan je handig kiezen zodat het assenstelsel niet te groot en niet te klein wordt. Een handige grootte zijn assen van ongeveer 10 centimeter. Soms gebruik je een heel groot gedeelte van een assenstelsel niet. Je kan dan een heel stuk van het assenstelsel samenvouwen in één rij hokjes. Je gebruikt dan in de verticale as een zaagtand om aan te geven dat je een stuk hebt samengevouwen. Een punt in het assenstelsel kun je aangeven met coördinaten, maar daarover later meer. Voor nu, bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.